Het wie hoort een noffelijke simmerdij en bij wie dat ik wel eens even onta. Joen bloeit het nog wel droeg, joen houden we eerst de zinnen er nog wel bij en vannacht hebben we flinke opklarings. De temperaturen vannacht tolven 14 graden, op Arlonen zijn 15 of 16 graden. En de wien, die is net al te sterk. Nee, die wordt stadig gewoon zwak, krijgt in een treien, misschien nog een lichte fjouwer in het watergebied en die ziet het meer en meer het westen en het zuidwesten op. En dan zoeken we naar het waar van morgen. En dan begint die dag nog maar zinnen, want dan komt er stadig gewoon meer bewolking vanuit het westen mee en dan hebben we toch nog wel een simmertemperatuur, want het kan morgen zijn 21 of 23 graden worden. Hier misschien, als die zin het wat langer volhoudt, in het oosten nog wel een graadje heger. En dan, in de midden, kan beter zeggen, in de rim van de midden, de buien vanuit het westen waai. Ja, en dan de wie nog. Ik wicht er van het scootsziel, maar ik van de snitswieken, die zal matig rond vrij krijftig wijzen en komt meestentijds uit het zuidwesten waai. Zeggen we de morgen en morgen nacht, dan horen we toch wel die kans op buien. Misschien letten we maar kans op tonger. En dan zetten we terug naar het fruitsjog. Baasje, een droege dag is het nou lijkt het, maar zinnen en een temperatuur om en bij de 20 graden heen. Dus weer een warme dag. En op tongensje vrijd hebben we wel een paar buien of buikers, maar komt de zin ik nog hield die te vastkien en hebben we de temperaturen ik alweer om en bij de 20 graden heen. Maar ik denk dat wij in het weekend toch de oerstap maatje naar een warmer waartype, het zoetakken met de snijbollers 24 graden willen kennen. We moeten morgen maar weer even in het waarschijn.